Wanneer zijn jullie begonnen met voetballen? In de afbeelding. Señor, sin preocupación, en el corazón. Sigo. Wat is het beste aan de voetbal van Hala? Dat je binnen allemaal kan zien. Ya no te creo, ya. Maar doen jullie ook nog andere dingen buiten de voetbal? Ja, wij gaan soms naar de schaatsbaan. Wat vind jij zo leuk van Hala? Dat we heel erg geproefd. We stonden al altijd samen. Hebben jullie goede trends? Ja. En vinden jullie nog meer meisjes met erbij komen? Ja, eigenlijk wel. Allerleukste aan de voetballen, wat vinden jullie daar? Ja, no te creo, ya no te deseo. Solo te veo. Wat vinden jullie nu het allerleukste aan voetballen? Dus? Buiten het voetbal alleen, dus die van trainingen en wedstrijden, doen wij nog heel veel plezante dingen. Zoals na de wedstrijd gaan we al eens een keer een pintje drinken. We hebben de mosselfeesten waar we allemaal samen komen helpen. We hebben ook nog de nacht van de molenzone waar we allemaal samen naartoe gaan. Dus ik denk dat de molenzone wat meer is dan voetbal alleen.